Een Griekse keeper gaat proberen een Griekse spits van scoren te houden. Dat wat nog weinig keepers is gelukt natuurlijk in de Eredivisie dit seizoen. Hij heeft er al 9 in liggen, Giacomakis. Zijn meest productieve seizoen ooit maakt hij er 11. En bij RKC geen reden dus om iets te veranderen. Iedereen fit ook. John. En dus met Ola John in de basis. Begint RKC aan deze thuiswedstrijd tegen VVV. Keeper Kirschbaum er niet bij. Die mag van de Duitse zeg maar coronaregels gewoon niet meedoen vandaag. Mag, moet in quarantaine blijven. Vandaar dat Erano van Krooij keept. Koem speelt voor Swinkels. En dat is het wat dat betreft de wijzigingen bij VVV. Allebei hebben ze 9 punten tot nu toe. Wie wint doet ten opzichte van de concurrentie goede zaken. Hier is de corner voor RKC. 4 mensen die daar in komen lopen van RKC. Daar waar VVV werkelijk iedereen terug heeft. Dus normaal komen ze wel wat mensen tekort. Komt nog een 5 erbij. Het is nog wel een kopkansje voor Melle Meulensteen. Giacomakis sprint op diep, wijst waar hij hem wil hebben. Arias wacht nog even. Hunter komt buitenom. Arias helemaal in zijn eentje. Een meter of 5 naast. Meulensteen. Is goed gespeeld. Terug op Giacomakis. Dat had gekund, maar de paas van Arias is dan toch niet goed. Kwasten. Van Krooij moet naar hem toe. Maar het wordt een vangbal normaal gesproken. Wou ik zeggen voor de andere van Krooij. Maar je moet toch nog even opletten. Omdat een hele matige voorzet ook zomaar binnen kan zeilen. Stokkers. Touba bij hem. Van der Venne wil hem heel graag. De bal gaat over hem heen en wat een vrije kopkans. Beste kans voor RKC, voor een van beide ploegen. Touba. Wachten. En dan de bal echt perfect neerleggen. De duik is fraai, maar de kopbal recht op Van Krooij. Schäfer. Schiet door. Maar niet tot bij Van Krooij. John met een wat risicovolle manier van uitverdedigen. Stokkers door Kelmi in het gezicht geraakt. En er komt zelfs geel. Nou ja, wel terecht. Van de Venne. Goeie lichaamsschijnbeweging. Overtreding van Post. En dat kost hem de wedstrijd tegen Feyenoord. Hij de enige op scherp vandaag. 5e gele kaart van het seizoen. Lichaamsschijnbeweging was slim van de Venne. Dan gaat Van de Venne weer. Hij jaagt Koem op. Tahiri. Bal is goed. Tegen een buitenspel voor Stokkers. Dan is hij daar. De 1-0 voor RKC. Zit eraan te komen al een tijdje. RKC in een goede fase. Anita verovert de bal. Tahiri meteen fel naar voren. Het is werkelijk ongelooflijk natuurlijk. Dat geen van de centrale verdedigers besluit om bij Stokkers te gaan staan. Maar goed. Stokkers kiest goed positie. De 2 centrale verdedigers van VVV doen dat niet. En dus is het 1-0. Voorzet bereikt John niet. Kwasten. Oh, dat is met rechts helemaal niet zo onaardig geschoten door de linksback. Arias. Pagonik.
Hens. Ja. De strafschop dus. In een wedstrijd waarbij VVV nog niks creëert. Kwasten. Dat is er binnen. Het is een penalty. Ja. Giacomakis gaat hier voor in totaal zijn 10e doelpunt van het seizoen. Welke Griek wint dit duel? Giacomakis versus Lamprou. En het is dwars door het midden. De spits. Die dus zijn 10e maakt. Ook het spel van VVV houdt natuurlijk nog niet over. Wegdraaiende corner. Touba. Twee pogingen. Daar wordt ook Hens geclaimd. Nou, de bal blijft liggen. Touba er dan aan toe. Wordt geraakt. RKC claimt volgens mij 2 penalties. Maar zal al blij zijn als ze er eentje krijgen. Dit is waar we nu op uit zijn gekomen. RKC'ers denken dit is een penalty. Dat vindt eigenlijk niemand. Maar ja, volgens de huidige rechts. En Bos doet helemaal niks meer. Post. Scheven. Vragen we wat ploeggenoten om de bal. Daar is bijvoorbeeld Van Krooi. En die doet dit schitterend. Wat een mooie kopbal. Lamprou staat verkeerd en hij profiteert. Met een hele lepe kopbal is Lamprou daar gezien. Lamprou komt, moet terug en is dan geklopt. Hele goede kopbal van Van Krooi. Van Krooi. Pagonik sprint. En John is gezien. Touba is gezien. En Lamprou niet. Lekkere uitbraak van VVV. Ja, dan komt RKC alweer. Eerste 20 minuten, dat was allemaal niet zo heel veel. Daarna is dat wel gekomen en nu moet Kelmi oppassen, want die heeft al geel. En zo is het van wat uitermate prettig is voor de koning. Opeens een groot probleem voor VVV, want ze moeten met 10 man verder. Daar komt Van der Venne. Pagonik bij zich. Het 4-4-2 is het 4-4-1 geworden dus bij VVV. Dit schot vliegt ruim voorlangs. Poging van Ola John. Konga gaat eruit. En voor hem komt Rotonda. Oh, en Konga zal blij zijn dat het allemaal wat stevig is daar. Anita. Bakari. Strak. En daar is de grote kans voor Stokkers. Wat een kans. Ongelooflijk. Hij doet het bijna allemaal goed. De voorzet is op maat. De loopactie is precies goed getimed. Dan moet hij hem alleen nog van zijn voet laten vallen in het doel. Post levert in. John. Maakt de actie, zoekt het doel en vindt het net niet. Bal wordt nog aangeraakt en werd bijna nog binnengegleden bij de tweede paal. Daar vloog Van der Venne in een poging om nog een doelpunt ervan te maken. Met het schot van richting veranderd. Valt hij erin? Het is 2-2. Een toevalstreffer. Want zo speel je toch eigenlijk normaal gesproken niet uit met een mannetje meer. Maar ja, zo kan het dus ook. Zijn eerste in de Eredivisie. En een zeer gelukkige voor RKC. Van heel ver, van te ver normaal gesproken. Maar die bal verandert van richting. En dan valt hij er zomaar in omdat Van Krooi op het verkeerde been staat. Bakari. Dat is een goede voorzet en dat moet voor Tamaskan de 3-2 zijn. Maar hij kopt naast. Tweede keer dat Bakari eigenlijk wel een assist verdient.
maar die niet krijgt omdat de afronding voor het doel niet klopt. Bakari. Nog maar eens een voorzet. Deze komt niet aan. Tahiri. Anita. Tahiri. Bakari. Geen gekke bal dit en heel fraai daar nog onder de lat weggetikt door Van Crooy. Voorzet goed, kopbal goed, de redding uitstekend. Maar zo heeft, los van de gelijkmaker, RKC echt drie goede momenten gehad om nog een keer te scoren. Van Crooy, moet er nog een momentje voor VVV. Misschien post van afstand, dat is het idee, ja. En Lamproe heeft hem, dat is wel een lekker gedrukt schot. Maar Lamproe had er goed zicht op. Daniels. Daniels! Oh! Anders leg je hem even snoeihard in de kruising. Op het moment dat VVV echt ging geloven in een punt. Daniels, met zijn eerste in de Eredivisie, maakt hem geweldig. RKC wint voor de tweede week op rij en komt steeds meer weg van die onderste plaatsen. Een rode kaart voor Kelmi, alles beslissend in dit duel. Daarna een zeer gelukkige treffer van RKC. En een hele fraaie